Vandaag gaan wij weer werken op een vliegveld in de game Airport Sim. Deze game is nu volledig uitgekomen, dus er zijn een hele hoop nieuwe functies toegevoegd en die gaan wij vandaag checken. Net zoals de vorige keer heb ik dit werk nog nooit gedaan, dus het spijt me als ik wat fouten maak. We gaan nu maar gewoon meteen induiken. Smash eventjes op die like als jij wil leren vliegen en dan drukken wij meteen op de knop tutorials. Want ja, we zijn dus nog geen professionals zoals ik al zei. En zoals jullie zien zijn er echt een hoop nieuwe dingen toegevoegd. We hebben chocks en cones, Marshall, follow me, catering, pushback, al die dingen gaan wij vandaag checken. Ik heb wel zin om even te beginnen met wat marshalling. Voor de mensen die niet weten wat het is, dan moet je zo met die stokjes zo het vliegtuig goed positioneren bij de gate. Ik weet niet of ik er goed in ben, we gaan het zien. Ik denk het niet. Learn about marshalling. Alright. Het is logisch dat natuurlijk de piloten in de cockpit zitten. Ik heb deze man echt niet gemist. Hij babbelt echt veel te veel. Ik heb wel dingetjes geskipt, dus ik snap het niet helemaal. Oké. Ik heb echt maar een paar dingetjes geskipt, maar het is even te veel informatie en ik weet de volgorde niet echt. Moet ik... Hoezo moet ik hier pionnen inzetten? Wat heb ik daar aan? Oh, ik moet deze pionnen weghalen. Ja, ik snap ook heel deze gate niet, want het is zo schuin. En net werden er twee punten aangegeven. Sowieso is dit een hele rare opstelling, ook met deze lijn. We halen even deze pionnen weg. Ik weet niet waarom ze hier überhaupt stonden. Misschien om iets aan te geven of zo, dat die hier moest staan. Oh, nee. Ik flikker nu al de pionnen op de grond neer. Heel lelijk, slordig. Ik ga nu al ontslagen worden. Oh, kijk, ik kan ze zo op elkaar zetten. Yo, hoe gooi ik dit weg? Oh my god, hoe werkt dit? Oh, release cone stack. Ah, oké, good enough, good enough. Sorry meneer, ik was niet aan het luisteren. Ik was aan het kloten met pionnen, want ik heb gewoon geen controle over mijn handen en vingers. Dit is martial mode. Oh my god, dit had ik niet verwacht. Left, left, left. Left. Yo, ziet u mijn signalen wel, meneer? Ja, je hebt best wel eventjes wat concentratie nodig om dit goed te doen. Dat had ik niet helemaal verwacht. Oh, dat is echt heel slecht. Of niet? En... Boom! Stop! Nee, wat? Ja, hij is zo laat met het symbool. Even serieus, of met het signaal dat je zo naar binnen gaat. Zo, hij is wel heel enthousiast. Hoorde je dat? Ja, je hebt het gedaan. Ik zie je de volgende keer. Kijk, dat noem je nou een goede leraar. Hij is wel streng, maar wanneer je het goed doet, dan is hij gewoon blij. Dan support hij je. Nou, we hebben dat gehad. Dan kunnen we nu... Oh, de shuttlebus. Oh, de shuttlebus. Oh, dat klinkt heel leuk. Weet je waarom? Omdat je waarschijnlijk kan kloten met de shuttlebus. Ah, daar heb ik zin in. Hi. Waarom zit ik in deze bak? Wat, dat slaat echt nergens op. Ja, shuttlebus. Ja, want het is de shuttlebus. Ja, inderdaad, enough talking. Jeetje mina, deze man heeft nu al meer gepraat dan dat ik heb gedaan. Ja, ik weet hoe ik de stairs moet doen, ik weet hoe ik de chocks moet doen. Weet je wat, ik ga die stem eventjes uitzetten. Dan lees ik het wel gewoon. Oké, we moeten zometeen eventjes de stairs connecten. Maar ik neem aan dat we eerst de chocks erop moeten zetten en de pion. Of gebeurt dat automatisch? U heeft het gewoon echt perfect gedaan. Er is niet eens een marshal nodig. Oh, de pionnen staan er al. En de chocks? Oh, de chocks staan er ook al. Engine aan. Nou, daar zijn we weer. Dit weten we al. Dit hebben we in de vorige video al gedaan. We zijn experts op dit gebied. Oh, nee. Ik wil die controls nog even zien. Nee, ik ben ze nu al vergeten. Crap, ik heb echt geen idee. Hoe ga ik in third person? Oh, zo. Volgens mij is het gewoon pijltjes, toch? Ja. Oké, dan moeten we eventjes parallel gaan. Ja, zo ongeveer. Prima. Dan moeten we het even goed doen. Niet te erg tegen het vliegtuig aanbeuken. Oh my god. Oké, ja, dat is schade. Het spijt me. Oh, ja, oh, sorry. Even wachten. Hij zit niet helemaal goed. Ja, perfect. Engine uit. Eruit. Hoppa, dat zijn de stairs. We moeten natuurlijk... wat moesten we ook alweer doen? We moesten de deur openmaken. Stairs must be attached. Hallo? Dat zijn ze ook? Jeetje, mina, heb ik zorg mijn best gedaan. En dan gaan ze ook nog eens zeiken. Over permission. Over permission. Must be attached. Ik heb het letterlijk attached. Oh my god. Ik had nooit verwacht dat ik zou ragen om een airport ground handling game. Oké, misschien doet hij het nu gewoon. Want ik kan hem oprecht niet meer verplaatsen. Yes. Oké, hij doet het. Eindelijk. Het duurde even. Jullie kunnen uit het vliegtuig komen. Het spijt me. Ik zie dat de piloot al een heel chagrijnig gezicht heeft.
Nou, zo. Dan doen we hier eventjes de supports. Hoe heet dit? Geen idee. Nou, perfect. Get behind the wheel of the bus and we'll get to work. Oh yeah. Nou, ik heb natuurlijk ook al heel veel bus simulators gespeeld. Dus dit moet helemaal goed komen. Hoezo lijk ik echt op een kind achter dit stuur? Ik zit echt zo. Open tablet. Wow. Oh my god, dit is ingewikkeld. Operations. Er is dus een arrival vliegtuig. Dat is deze, neem ik aan. En er is ook een departure. Dus we moeten twee dingen doen. Twee vliegtuigen vullen. Oh, dit zijn gewoon... Dit is hetzelfde vliegtuig. Maar gewoon een andere vlucht. Nee, want het is een andere airliner. Wow. Dit is echt lijp. Dit is echt een soort Matrix hacker view of zo. Een motor aan. Het was J en K volgens mij. J, K. Hé, hey, dat is hem. Oké, okay, helemaal duidelijk. Ik ken alle controls. Oh, dit is zo sick. Dit is zo sick. We rijden gewoon met een shuttlebus. Oké, okay, we moeten daar staan. Dan kunnen de passagiers gewoon meteen naar binnen. Doen we ook even alvast de deuren open. Dat moet je niet in het echt doen. Word je meteen ontslagen. Looks like it's time to open the doors for the passengers. Heb ik al gedaan. I'm one step ahead of you. Great, the passengers. Ja, inderdaad. Wacht, kan ik eruit? Nee, oké. Okay, ik moet in de bus blijven zitten voor veiligheidsredenen. Anders wordt hij gehijacked. En dan gaat iemand ermee wegrijden. Nee, dat snap ik wel. Dan komen alle passagiers. Niemand heeft handbagage. Heel veel mensen hebben dezelfde kleding. Blijkbaar is het in of zo. Oh my god. Oh my, wat? Zagen jullie die vrouw daar? Kijk, deze waar ik nu naar kijk. Ik dacht, wat? Er komt gewoon demonen uit dit vliegtuig. Dit zijn wel echt de meest generic mensen op aarde. Even serieus. Oké, nog een paar. En dat zijn de laatste. Dank u wel. Kom maar door. Ja, ik heb wel eventjes een mededeling voordat we gaan rijden. De airconditioning is kapot. Die gaan we wel repareren wanneer we weer subsidie krijgen. Maar voor nu maak ik wel eventjes de deuren open. Zodat er een beetje, ja, lucht komt van buiten. Avoid sharp turns at high speeds and sudden stops. Volgens mij heb ik dat niet gelezen. Ik kan geen Engels. Oh, moeten we daarheen? Maar dat is heel saai. Nee, oké, okay, we gaan nu even de toeristische route nemen. Aan jullie rechterhand zien jullie terminal AX. Dit is de eerste terminal die is gebouwd op dit vliegveld. Intussen staat hij wel op instorten. Het is niet meer zo stabiel. Oude materialen, dus daar moeten we nog iets aan doen. Maar ja, we hebben nog geen plannen om heel eerlijk te zijn. Hier zijn we net onder twee gates heen gegaan. Ook heel erg cool. Dat is altijd wel leuk om onder zo'n bruggetje door te gaan. Hier zien we het open veld. Dit is bij Taxiway November, dacht ik. Ik weet het eigenlijk niet. En ja, aan jullie linkerhand zien jullie... dat is een goede vraag. Oké, okay, nou dat was het. Dat was het. We gaan nu eventjes rijden naar de plek waar jullie heen willen. Want volgens mij hebben jullie niet heel erg veel zin in een tour. Ik detecteer niet veel enthousiasme volgens mij. Wacht even kijken. Nee, oké, okay, deze mensen zien er echt totaal niet enthousiast uit. Ja, daar stond avoid sharp turns. Maar ik zie niemand zeiken. Iedereen is gewoon zo dood van binnen. Wat gebeurt als ik dit doe? Dat boeit ook helemaal niemand wat. Ensure to park the bus with the right side facing the terminal. Then open the doors. Oké, okay, schiet eens even op, joh. Hebben niet heel de dag de tijd. Ik dacht, het is misschien wel chill om een shuttlebuschauffeur te worden op een airport. Want mensen hebben haast. Het verloopt allemaal snel, soepel. Want mensen geven geen reet om hoe het verloopt. Ze willen gewoon weg. Die man is ook gewoon nog aan het chillen. Hij ziet er nu wel ietsje blijer uit, moet ik zeggen. Volgens mij vond hij het leuk. Nou, kijk, dat is mooi. Daar doe je het voor, hè. Oké, okay, maar ik heb wel eventjes één vraag. En dat is... Ja, hier. Dit is ook taxi... Hier, dit is ook stand 10. Of stand 10, bedoel ik. Correctie, sorry. Maar ja, wat ik niet helemaal snap is... Dit is een hele andere company. Dit is XYZ en dit is MSA. Of ik bedoel... X-Ray, Yankee Zulu. Load in passengers. Oh, de volgende komen eraan. Dit keer zijn het er 54. Hallo iedereen! Welkom! Oké, heeft iemand suggesties voor een leuk muziekje? Ik heb zojuist een nieuwe stereo geïnstalleerd in deze bus. En ja, ik wilde hem eventjes gaan testen met jullie. Dus, suggesties? Ik snap deze tutorial wel. Waarom zit ik er nog in? Het is niet zo lastig, een shuttlebus. Ik wil er gewoon mee kloten. Een busbestuur is niet heel ingewikkeld. Wat hebben we nog meer? Fueling. Oh, pushback. Pushback en walkaround. Oh, dit is denk ik wel de sickste. Dit is denk ik wel de sickste. Ik ben heel erg benieuwd. Deze moet ik wel even opletten. In today's tutorial, you will learn about the pushback and walkaround. The pushback is one of the most difficult ones you can do at the airport. Ja, voor de mensen die niet weten wat de pushback is, dat is een karretje. Die komt hier, gaat bij wiel en dan gaat zo woep woep. Brengt hij zo het vliegtuig naar achter en dan draait hij hem een kant op. Ja, hoe dat dus werkt, is die pushback begint en dan gaat de piloot of de mensen in de cockpit, die zetten de motoren aan en dan kunnen ze wegrijden.
pushback, bla bla bla. We'll be operating such a vehicle. Yeah, high power. Let's get started. Initial task is to attach the tow bar to the back of the bicep. Wat? Oh, we moeten de tow hier aan vastzetten op de tug. Oh, dit is echt een cool stuk van de airport. Kijk, je hebt hier allemaal kleine vliegtuigjes. Ja, oké, dit is de tow. Even kijken, hoe pakken we die? Use. Oh. Oh, kijk eens even aan. Hier, je moet aan dit ding trekken, hè? Zodat de wieltjes naar beneden gaan. Oh, dat wist ik niet. Dat is best wel leuk. Nu leer je het toch wat meer dan dat je een flight simulator speelt of zo. Je houdt je dan niet zo echt bezig met de hele ground handling. Dat is echt sick. Zo, oh hier, drag. Oh my god, dit gaat echt een jaar duren. Heb ik de handrem erop gezet of zo? Hallo? Kan ik niet gewoon de pushback car hier naartoe rijden? Please. Hier, enter. Yes. Haha. Ik ga tegen je in, David. Ik doe het op mijn manier. Dit is toch veel makkelijker. Even serieus. Hoezo zou ik helemaal dat ding gaan trekken hier naartoe? Jeetje, Mina. Dit ding is luid, zeg. Wacht, ik wil even mijn koptelefoon opdoen. Please. Oké, okay, dankjewel. Oh my god. Hoppa. As easy as that. Oké, okay, now you need to transport the vehicle with the tow bar into position. Maar ligt het nou aan mij of is dit heel onhandig? Je wilt toch gewoon dat je het vliegtuig hier hebt? Oh, we moeten hem daar neerzetten. Maar op welke manier? Want de tow zit hier achter, maar die moet toch aan de voorkant? Oké, okay, dan gaan we eventjes in third person. Dat maakt het ietsje makkelijker. In het echt moet je het natuurlijk in first person doen. Maar ja, we doen het ook niet in het echt. Maar dit is echt lastig, zeg. Ik krijg hem er niet eens recht achter. Het gaat nog wat worden. Oh, en ik heb ook net niet het stukje gelezen. Er stond iets over een walkaround of zo. Moet ik hier aantrekken? Nee, dat gaat niet werken. Oh, move the vehicle away. Oh, ik denk net zo goed. Hoezo moet ik nu eens de vehicle hier zetten? Dit is zo raar. Ik snap echt helemaal niks van deze tutorial. Want er stond net disconnect the towbar. Mijn towbar zit er nog op. You must park in such a way that the towbar is facing the aircraft wheel. Oh, en daar gaat hij weer. Ik heb echt heel deze tutorial verkloot. Sodemiet erop. Ik hoop niet dat ik die pion hoef te verzamelen. Ik denk het wel. Nou, we verzamelen ze wel daar. Zo, deze weg. En jeet. Hier, hij heeft zijn position lights ook al lekker op steady staan. Dan moet hij alleen zo meteen nog zijn beacon aanzetten als we de pushback gaan starten. Wat is dit? Hold down left mouse button? Ik weet niet wat ik heb gedaan. Oh, ik check gewoon het vliegtuig. Ja, ik heb niet echt de hele walkaround procedures opgezocht op internet. In Flight Simulator skip ik dat altijd, want dat is natuurlijk dikke vette onzin. In het echt niet, maar in de simulator wel. Ja, ik moet het allemaal checken. Ik weet niet of dat daadwerkelijk moet. Het zal wel. Het ziet er toch goed uit. Geen crashjes. Niks valt eraf. Flight deck. Walk around. Confirm walk around. now your task is to attach the tow bar. Oh, wat? Kijk, alle crew die gaat hier gewoon aan de gang. Oh, die gaan mij helpen, denk ik. Waar ik heen moet. Oh, dan wist ik niet dat het zo werkte. Dat ze ook zo marshalen. Oh, die man gaat waarschijnlijk die bypass pin eruit halen. Zet altijd zo'n pin in het voorste wiel om te checken. Weet ik of er niemand onder het vliegtuig ligt of zo. Geen idee. Ja, de tutorial. Een beetje het probleem is dat de tutorial zeg maar niet meer op hetzelfde punt is als dat ik ben. Want de towbar hoort er volgens mij nu niet aan te zitten. Maar ik gebruik wel gewoon eventjes mijn rijskills om het alsnog even te fixen. Hoppa, perfect. Oké, connect. Oh, hier. Ja. En attach the tow bar. Ja, dat heb ik gedaan. Before you begin the pushback, you'll have to wait for a signal from the crew that you can start pushing the plane. You'll see the signal by illumination of the position lights. These are red flashing lights. Ja. In this case, the plane will take off from runway 27, so you need to push it out to the left. Okay, daar staat runway 27. Remember to make smooth movements and brake calmly if you need to. The crew is likely conducting a safety briefing for the passengers. Oh ja, dan wil je niet dat die stewards gewoon omvallen omdat je iets daar remt. Oh, ik moet het teken geven. Oh, weet ik veel. Engine, turn on engine. Nee, zo bedoelde ik het niet. Niet nu al. Oh, nee. Oh my god. Je snapt toch wel wat ik bedoel? Je hebt toch een opleiding gevolgd van meer dan 100.000 euro? We beginnen wel gewoon met de pushback, oké? Dit is het. Ja, ze lopen mee. Ik ga wel erg hard. Oh my god, het is lastig. Het is een dubbele as. Nee, oh nee, dit gaat echt niet goed komen. Dit is bizar lastig. Dat merk je wel aan hoe stil ik ben. Maar alsnog ben ik het echt aan het ownen. Look at me. Nou, op zich begrijp ik het wel. Het valt eigenlijk best wel mee.
Ja, het is alsnog wel erg lastig, maar ik bedoel die dubbele as. Hier, je kan in één keer de draai stoppen als je wil. In dit geval doe ik het niet goed. Maar kijk, je begint de draai. En je kan hem vrijwel... Hier. Direct stoppen. Hij zit totaal niet op de taxi-line. Maar ik vind het hartstikke prima. Hoppakee. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Check dit. Dit is insane. Ja, hier. Hoppa. Hij is goedgekeurd. Great. Now go back to the stand from which you push the aircraft. Oké, hij disconnect the tow. Of... Hij draait oneindig lange rondjes. Oh, dat was eventjes een victory, boogie woogie. Yes, we did it. Dit is the first day on the job natuurlijk. Disconnect die flipping toe. Haal die pin eruit. Yes, oké, dankjewel. Laat hij ook echt de bypass pin zien? Dat zou echt insane zijn. Oh ja, kijk, hij haalt de bypass pin eruit en die gaat hij zo tonen. Ja. Dat is echt cool gedaan. En dan toont hij hem nu. Wauw. En dan kunnen ze nu taxiën als ze zo meteen clearance hebben gekregen. Dit is echt leuk, zeg. De pushback is mijn favoriet, dat weet ik zeker. Dat vereist namelijk, gewoon wat skill. You've completed the tutorial. Let's flipping go.